Hoe kon ik dan ook zo stom zijn? Hij had kunnen zien dat ik een hapje nam van zijn broodje. Nu zit ik in de gevangenis. Oh, hey. Oh, jullie zijn er ook. Nice. Ja. Ja, oké. Het is misschien niet zo nice deze keer, jongens. Ik heb een foutje gemaakt, oké? Ik wou een hapje nemen van een broodje en ik wist niet dat hij van iemand anders was. Oké, ik wist het wel. Maar hij keek niet. Ik had het idee dat hij het niet door had. Hij was al best wel groot. En ik dacht van, ik ben klein, dus... Ik zit vast in de gevangenis in Roblox. Ik geloof niet dat jij deze video sneller kunt leiden dan... Leiden? Ik geloof niet dat jij deze video sneller kunt leiden. Ik geloof niet dat jij deze video sneller kunt liken dan dat ik door de deur heen loop en lees wat de gevangene zegt. En de like challenge begint nu. Je moet uit de gevangenis komen. Oké. Wacht, wat? We kunnen 850 Robux betalen. Dan kopen we onszelf praktisch gezien uit de gevangenis. Nee, dat is niet de bedoeling. We moeten ontsnappen. Wat eigenlijk ook wel een soort van niet legitiem is. Maar oké. There we go, guys. Oh, jongens, toch. Er staat hier, misschien kunnen we ontsnappen uit de ventilatieschacht. Ja, dat klinkt als een verstandig idee. Of eigenlijk niet. Maar wel onze enige optie. Oké, rennen, Job, rennen. Dit ziet er zo grappig uit. Het is gewoon echt zo'n kleine watermeloen hamburger mannetje. Rennend naar de vrijheid. Oké, we gaan erachter komen. Ik weet niet of dit goed komt. We zullen het zien. Oh nee, kijk uit voor de lava. Ja, dat lijkt mij een heel verstandig idee om inderdaad maar eventjes te doen. Nou, we hebben uitgekeken voor de lava. We zijn bij de checkpoint. En vervolgens kijken we nog steeds uit voor de lava. En kijken we hier naar de checkpoint. Jongens, wat zijn dit voor willekeurige objecten? Welke gevangenis heeft er nou weer boeken in lava liggen? Dat is alleen iets voor mijn wiskundeleraar. Oh nee, jongens. De cafetaria. Ik denk eerlijk gezegd niet eens dat we hier naar binnen kunnen. Nee, de cafetaria die zit op slot, maar we kunnen wel hierin en oh gosh, guys. Wat is hier aan de hand en waarom ligt er overal lava? Is er een gevangenisbarbecue? Dit staat non-verbaal voor stokje met worstje eraan. Beetje zoals ze altijd doen in cartoons, wanneer ze iets roosteren. Oké, guys, wat is dit? Oh nee, er staat, je moet snel proberen hier weg te komen. Ja, dat had ik ook altijd. Ja. Dat staat voor... Natuurlijk, ik snap het. Ik weet het. Ik weet wat ik doe. Eigenlijk weet ik niet wat ik doe, maar... Ik probeer er iets leuks van te maken, guys. Ik probeer hier weg te komen. Oké, we hebben de checkpoint te pakken. So that's great. En het ziet er naar uit dat we al zo goed als... Oef, ontsnapt zijn. Oh, jongens. Oh, jongens. Oh, jongens. Oh, jongens. Oh, jongens. Let's get it. And we made it. En we zijn ontsnapt. Al heb ik niet het idee dat we echt uit de gevangenis zijn. Hoe komen deze toiletten hier? Kan iemand mij vertellen wat deze toiletten hier doen, guys? Oh, gosh. Ik heb zo'n idee dat wij hier doorheen kunnen. Oké, ik had het fout. Weet je, soms is dat zo, hè. Soms is er een bepaald soort geheime doorgang waar je dan toch gebruik van kunt maken. Oh, jongens, er is zeker maar één deur correct van deze twee, of niet? Of, wacht eens even. Gaan we nou goed of fout? Ah, nee, laat maar. We moeten... Ik snap het niet meer. Waar komen we vandaan? Ah, deze kant moeten we op. Nice. Hallo bad eend. Hallo bad eend. Boy bad eend. Koele bad eend. Stoel bad eend. Epische bad eend. Awesome bad eend. Ik heb allemaal benamingen voor bad eenden. Ik heb echt het idee dat gevangenissen in Roblox iets hebben met slime of zo. Oh, nee. Oh, jongens toch. Wij zitten in een box. En met deze box glijden wij de gevangenis uit. Ah, dat is best wel... Awesome. Ik moet zeggen, ik vind het gaaf. Ik vind het cool dat we met een doos de gevangenis uitglijden. Oh, nee. Oh, nee. Er staat hier, de bewaker van de gevangenis is gestoord geworden. Is boos geworden, laten we maar zeggen. En hij probeert ons op te eten. Ik kan heel veel verschillende soorten geluiden maken om te laten zien dat dat niet goed is. Maar een ervan is deze. Ah, en bijvoorbeeld deze. Of deze. Ja, het zijn allemaal geluiden om eigenlijk mee duidelijk te maken. Dit is een probleem. Dit is niet goed en wij moeten proberen hieruit te komen. Literally. Oké, let's go. Ik weet niet... Hallo guard. Hoe is die met jou? Oh, hij ziet er zo boos uit. Oh, hij ziet er zo boos uit, guys. Het ziet er niet uit alsof hij zin heeft om een potje Pokémon Go met mij te spelen. Dit is best wel naar. Oké, we hebben het een soort van gehaald, I guess. Alleen het is heel naar dat die plafond elke keer in beeld komt. Want zo kan ik soms namelijk gewoon letterlijk niet zien waar ik naartoe spring. Oké, we hebben hier niet-machines. Ik weet niet wat niet-machines te maken hebben met een gevangenis. Heb je trouwens ook wel machines? Snap je hem? Niet-machines? Wel machines? Nee? Oké. Wat? Chocoladekoekjes zijn best lekker.
wat doen die hier nou weer? Oké, there we go, guys. Let's get it. Waar komen we? Dit gezicht. Dat beschrijft hoe ik mij voel. Elke keer wanneer ik een doolhof moet afleggen. Elke keer wanneer ik een doolhof moet afleggen, is dat hoe ik mij voel. Het is niet fijn. Het is niet goed. Maar we komen er wel uit. We komen eruit. Ik denk dat we nu op de goede weg zitten. Dat denk ik omdat hij namelijk best wel ver gaat. En dat zou... Ja, inderdaad. We zitten goed. Oh, jongens. Er staat hier... De chefkok is niet al te blij. Ja, maar waarom is de chefkok nou weer niet blij, jongens? Wat is daar nou weer de reden voor? Dan is het de guard. Nu is het de chefkok. Wat is het zometeen? Mijn wiskundeleraar? Dat is een speculatie. Job wordt niet bang. Oké. Even kijken. Let's get it. We hebben hier de checkpoint. En hier hebben we de cafetaria. Want dat heeft alles te maken met de chefkok. En de chefkok is niet blij. En niemand weet waarom. Want eigenlijk is het gewoon een blije man met een witte muts. Die lekker eten kan maken. En oh nee, toch. Oh jongens, waarom moest dit nou gebeuren? Wil je de stage skippen? Eigenlijk wil ik het wel. Maar tegelijkertijd vind ik het te belangrijk om mijn eer te behouden. En te laten zien dat ik het ook kan zonder dat ik een stage skip. Oké, weet je wat? Skip stage. Ik wil het inderdaad. Of nou, tenminste, het is geel. En dan is het waarschijnlijk rood. En dan is het denk ik blauw. Nee, oké, wacht even. Nee, nu gaan we hem halen ook. Nee, nu hoeft het ook niet meer. Geel. Oké, luister. Het is sowieso geel, rood, geel. Waarom is daar McDonald's? Wat doet McDonald's in een gevangenis? Oké, geel, rood. Geel. Rood. En dan nog een keer rood. En dan is het blauw, right? Het moet blauw zijn. Geel, rood, rood, blauw. Oké, we hebben hem gehaald. Wat doet McDonald's in de gevangenis? Wat zou McDonald's moeten hebben gedaan om in de gevangenis te komen, guys? Wat denken jullie? Het is niet goed. McDonald's, je bent cool, maar het is niet leuk dat je in de gevangenis zit. Al hebben misschien de gevangenen soms ook wel zin in een hamburgertje. Ja, ik kan er ook niks beters van maken, guys. Waarom moet ik elke keer iets aanschaffen? Het is gewoon echt... Oh, Roblox, stop daarmee. Like, het is alsof je gewoon een cafetaria inkomt en er gaat iemand zo'n stukje van je vandaan staan en hij zegt letterlijk in je oor... Wat dacht je van een frikandel speciaal? Of een patatje oorlog? Nee, ik kijk nog. Laat me even rustig nadenken, man. Alsjeblieft. Oké, even... Oh, jongens. Oh, jongens. De guard is boos op ons. De guard is super boos op ons. Ik weet niet wat we hebben gedaan bij de guard om hem zo boos op ons te maken. Maar de guard is oprecht super boos op ons. En ik weet ook niet wat al deze schoolspullen ermee te maken hebben. Maar ze zijn er, dus misschien kunnen we er dan maar beter ook gewoon voor uitkijken. Hallo, guard. Oh, hij is inderdaad heel boos. Ik dacht, misschien gaan we nog een schattig gezichtje zien. Nee, hij is mad. He is mad, bro. Oké, rustig. We vermijden de obstakels. We doen ons best. We springen over de linealen heen. Misschien zijn dit wel de linealen van Baldi. Eigenlijk zou er een soort van algemene Roblox-gevangenis moeten zijn met alle creepypasta's. Yo, dat zou awesome zijn. Oké, luister. Als jij één Roblox creepypasta zou mogen bezoeken in de gevangenis, welke Roblox creepypasta zou jij dan kiezen? Zou je gaan voor Baldi? Zou je gaan voor Granny? Zou je gaan voor Slender? Welke Roblox creepypasta zou jij bezoeken? Guys, ik heb het idee dat we bijna bij het einde zijn van deze obby. Ah, dat is veelbelovend. Dat is serieus veelbelovend. De grote vraag... Oh, nee. Het kan ook niet erger. Het kan ook niet... Het kan ook niet erger... Wat? Oké, dit is gewoon weer een klein stukje, je moet in jezelf geloven, soort van. Want ik geloofde niet per se dat het ging lukken, maar het is gelukt en er is overal lijm. En ik denk niet dat we daar vrolijk over moeten zijn. Dat rijmt, want ik ben gemaakt van slime en ik ben af. Dat mocht niet zo zijn. Dit is een gum, dit is een lineaal. Daarom dat ik vaseline haal. I don't know. Oh jongens, dit is zo creepy, dit is zo eng. Dit is zo creepy. We moeten proberen om niet de lijm te raken. En het wordt lastiger en lastiger met de seconde. Yes, we made it. Oké, guys. Ik denk dat we bijna bij het einde zijn. Er zijn nog maar een paar stages die we moeten halen. En dan zijn wij uit de gevangenis ontsnapt. Hey, serieus. Dit is wel echt de best beveiligde Roblox gevangenis die ik ooit heb gezien. Ik heb er een hoop gezien. Maar ik heb nog nooit een Roblox gevangenis gezien waar lijm een deel uitmaakt van... Van de beveiliging. Zeg maar, meestal zijn dat lasers. Maar hier is Roblox gewoon met een totaal nieuwe vibe gekomen. Oh, jongens. Oh, jongens, ik zie het einde. Het einde is in zicht. Yes, yes, yes. Ik ga jullie wel de pijn besparen om hier naar te moeten kijken. Ik zou zeggen, 3, 2, 1. Yes, we are here. Het einde. Wow, wat? Speel opnieuw en krijg gratis gear. Ja, jij bent een beetje gekkie geworden. Hè? Dat gaan we natuurlijk niet doen. 200 speed. Oh, jongens. Wow, dit is heel de hobby. Oh, wacht. Zouden we er misschien op kunnen springen? 3, 2, 1. Pff.
We zijn gewoon in de lobby gesprongen. Yo, dit was amazing. Guys, bedankt voor het kijken. En ik zeg adios.